trajecten biedt zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag, vaak complexe problematiek. En binnen die zorg hebben wij een prachtig programma ontwikkeld dat heet Grip op Agressie. Grip op Agressie bestaat al lang, meer dan 10 jaar. En het is sinds 2013 erkend door de erkenningscommissie gedragsinterventies van justitie. En dat is een belangrijk kwaliteitskeurmerk wat iets zegt over en de kwaliteit van het programma en vooral ook over de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Aan het programma hebben een heleboel cliënten en professionals meegewerkt, zowel van binnen als buiten trajecten. En daarmee is het een heel mooi product geworden en ik hoop dat daar in de toekomst nog heel veel cliënten van zullen kunnen profiteren. Ik volg bij Trekum de Goa, omdat er vroeger wat incidenten zijn geweest rondom agressie. En ik zelf ook zoiets had van ik wil dat echt veranderen. Het spreekwoordelijke korte lontje, dat was bij mij sowieso wel aanwezig. Ik merk dat het af en toe nog wel aanwezig is. Alleen Goa heeft mij wel de... Er is nu voor mijzelf een keuze. Van ik kan ook weglopen en ik kan ook mezelf wat rustiger houden, zeg maar, dus in de hand houden. Nou, ik heb een vriend en ik kwam erachter dat hij gelogen had tegen me. Al 2 weken lang. En ik heb 2 weken lang echt met een rotgevoel gezeten. En het bleek mij voorgevoel gewoon juist te zijn. Toen ben ik eigenlijk helemaal vastgelopen ook in mijn hoofd. Want toen heb ik gezegd van, nou weet je, ik hou van je, maar ik ga nu terug naar de afdeling, want ik kan dit even niet. En ben ik teruggegaan. Toen heeft hij mij 's avonds nog gebeld. Heb ik gezegd, ik wil niet dat je belt, ik neem een contact met jou op. Ja, als ik eraan toe ben. En dat heb ik de volgende dag gedaan. Waardoor ik ook rustiger was. En toen heb ik gewoon ook goed gepraat en ook duidelijk mijn grenzen aangegeven. Ook gezegd wat het met mij gedaan heb. En dat heb ik allemaal wel geleerd bij de Goa ook. Nou, vroeger zou ik dus helemaal boos worden. Zou ik helemaal in mijn stekker gaan. En dan had ik hem waarschijnlijk geslagen. Ik heb geleerd om mijn boosheid onder controle te hebben. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Want het scheelt een hoop gezeur en ellende. En je voelt jezelf er ook beter bij. Grip op agressie is een geprotocoleerde behandelinterventie bestaande uit 7 samenhangende modules. Waar bestaat grip op agressie nou in totaliteit uit? We hebben een aantal handleidingen gemaakt die in ieder geval het totaalbeeld van het programma geven. In eerste instantie hebben we een theoriehandleiding. In de theoriehandleiding staat volledig omschreven op welke wetenschappelijke basis het programma gebaseerd is. In de programmahandleiding wordt volledig alle modules uitgeschreven, zowel voor de trainers als voor de cliënten die eraan deelnemen. Het voorbeeld voor een cliëntenhandboek. Er wordt gebruik gemaakt van veel passend materiaal wat past bij de doelgroep. Plaatmateriaal, eenduidige, eenvoudige taalgebruik, schema's in uitleg en veel materiaal wat geschikt is voor onze doelgroep LVB met agressief gedrag om dat te behandelen. De beoordelings- en evaluatiehandleiding beschrijft hoe het programma, behandeleffect en de voortgang gemeten kan worden, welke instrumenten en op welke momenten. De managementhandleiding geeft kort aan wat nodig is om grip op agressie te kunnen geven. En de opleidingshandleiding beschrijft wat de trainers geleerd moeten hebben om de training aan de cliënt te kunnen gaan geven. Grip op agressie kan gegeven worden in een klinische setting. Dan duurt de behandelperiode 1 tot 2 jaar, afhankelijk van hoe het programma gegeven gaat worden.
Maar we hebben ook een ambulante versie die in 27 weken aangeboden kan worden. Ik ben zo'n 15 jaar terug begonnen met het werken met deze methodiek. Ik merk dat de methodiek cliënten handvatten geeft om zelf om te gaan met stressvolle situaties. Ik merk dat wanneer we starten, wanneer iemand aangemeld wordt voor deze module reeks, dat we starten dan met herkennen van gevoelens. Ik merk dan dat de cliënt leert herkennen dat zijn stressgevoelens en daar makkelijker over kan praten. Daardoor heb je, in plaats van dat de stress een belemmering zou zijn, heb je een opening om daarover te praten. De cliënt merkt daardoor dat het moduul effect heeft en dat motiveert. Ik merk dat ook iedere keer als een cliënt terugkomt, dat is iedere keer weer met meer enthousiasme. Het is iedere keer weer met dat ze zien dat het effect heeft. Ze komen met ervaringen terug waarin ze vertellen dat en dat heb ik toen gedaan, want dat heb ik hier geleerd. En ik zie dat het de cliënten profijt oplevert. Daar waar de agressie natuurlijk ook voor de cliënt zelf een belemmering is, zie je dat het nu voor de cliënt makkelijker wordt om het te hanteren, dat het geen probleemgebied meer hoeft te zijn. Ik heb gisteren avond voor het eten nog gezeur gehad met personeel, dat ik met mijn telefoon zat te spelen en dat we moesten gaan eten. En dat hij bij mij aan de deur klopte van we gaan eten, dat ik zei nou ik hoef niet te eten, ik vind dit niet lekker. En dat hij vervolgens nog een keer aan de deur klopt, ja, en dan begin je een beetje negatieve gedachten in je hoofd te krijgen van is die klootzak dan alweer weer? Nou, en dan de derde keer precies zelf, dan klopt hij weer aan. Ja, dan schiet je eigenlijk een beetje uit je slof even. Laat me gewoon lekker in mijn spelletje zitten. Ja, en dan om dat moment een positieve gedachte of een helpende gedachte erin te krijgen is heel moeilijk. Maar ja, dan sluit je toch weer even af en je zegt, nou, ik ga niet mee, ik heb er geen zin in. Nou, dan ga ik even muziek draaien. Ja, doordat ik muziek luister, ja, word ik rustig van. En dat is voor mij een helpende iets. Je leert je gedachten herkennen. Je leert ook om negatieve gedachten te checken. Dus na te vragen, want soms kloppen ze niet. En je leert de lichaamssignalen op tijd te kennen. Nou, je maakt een signaleringsplan. En waardoor anderen ook weten van oké, daar kunnen we dat dan aan kennen. En je leert ook op tijd hulp inroepen. De cliënten die hebben meegedaan zijn uiterst positief. En ook de resultaten zijn ontzettend goed. Ze vinden het vreselijk leuk om eraan mee te doen. En los daarvan behaalt het ook een goed behandelresultaat. We hebben zichtbaar en meetbaar resultaat, wat blijkt dat de cliënt inderdaad veel beter met zijn spanningsvolle situatie omgaat. Nou, en dat gun je de cliënten ook die met deze problematiek zijn opgenomen. Ik vond de training in het begin vond ik het wennen. In het begin ging het ook wat moeizamer dan de meeste. Maar ik ben toch blij dat ik ervoor gekozen heb. En het was zeg maar met pieken en dalen. Maar toen bij mij wel werkelijk de knop omging, was het alleen maar een stijgende lijn. En die zetten we door. In mijn belevenis is deze training gewoon heel goed voor mij. Ik heb er in ieder geval baat bij zelf. En het is niet dat ik met negatieve gevoelens, shit, moet ik weer naar Goa training weer of wat dan ook. Nee, dat heb ik niet weer. Ik ga gewoon mijn gevoel erin van, oké, we gaan weer leuke training gaan we krijgen. Dus ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Dus ik haal een positieve prikkel, haal ik er gewoon uit. Ik ga graag naar Goa, ook omdat ik merk dat het werkt. Dus dat ik er zeker profijt van heb. Als ik kijk naar hoe het in het begin was dat ik op trajecten kwam en hoe het nu is, ben ik een stuk rustiger geworden. En is het rauwe randje er wel een beetje af, zeg maar. Omdat ik met mijn gedachten kan leren trainen, dat ik met mijn lichaamsreacties kan trainen. Dan heb je het ergens over gehad met elkaar. En dan kom je op een gegeven moment in een situatie, in een groep weer. En dan denk je van, oh wacht even, hier heb ik het met Arjan over gehad. En
En dan komt zo'n situatie vanuit het boek, ja, die kom je dan bekend voor tijdens zo'n gebeurtenis. En dan kun je erop inspelen. Door helpende gedachten proberen te krijgen. Nou, en dat lukt wel. In de meeste gevallen lukt het wel, maar ja, in de meeste gevallen lukt het ook niet. Ja, je bent toch om te leren. Dus, nee, maar ik vind het gewoon een goede training. Ja, absoluut. GOA is bedoeld voor het verminderen van agressief gedrag bij mensen met lichtverstandelijke beperking. Het programma is gebaseerd op een groot aantal risicofactoren waarvan we weten dat mensen zonder verstandelijke beperking dat ze agressief gedrag veroorzaken. Te denken valt aan factoren als niet goed kunnen inschatten van sociale situaties, het sterk impulsief handelen in bepaalde situaties, dus dat mensen eerst doen en dan denken. Maar ook bijvoorbeeld zaken als het niet goed herkennen van oplopende spanning bij jezelf of misschien wel bij een ander. Dus GOA is gericht op het verminderen van die risicofactoren, waardoor we kunnen voorkomen dat cliënten in bepaalde situaties agressief reageren. Wij vinden dat GOA goed is onderbouwd en daarmee bedoelen we eigenlijk dat we bij het ontwerp van het programma en ook de doelen die we gekozen hebben om het effect van het programma te meten, die zijn gebaseerd op grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar juist die risicofactoren waar we het net over hadden, die op een of andere manier samenhangen met de kans op agressief gedrag. Sinds een aantal jaren zijn we ook bezig om het effect van GOA te meten. En dat doen we eigenlijk door instrumenten te gebruiken die zowel die risicofactoren meten als ook het agressief gedrag van cliënten. En we hebben een aantal meetmomenten waarop we de voortgang van het effect meten. En een eerste analyse onder een tiental cliënten heeft recent uitgewezen dat GOA gemiddeld genomen ertoe leidt dat risicofactoren significant afnemen en tegelijkertijd ook zien we dat agressief gedrag op de woning en elders binnen de instelling als gevolg van GOA eveneens afnemen. Ik kan grip op agressie zeker aan andere instellingen aanbevelen. Het is goed merkbaar en meetbaar dat cliënten beter om kunnen gaan met gevoelens van frustratie en agressie. Na ieder module doen we een evaluatie met de cliënten over het module, over de gegeven stof. En we krijgen altijd terug dat ze de stof goed hebben begrepen. Dat ze ook inzien dat ze waar ze eerder geen handvatten hadden om met het gevoel om te gaan, dat nu wel hebben. We krijgen ook terug van cliënten dat ze merken dat ze minder vaak in de problemen komen met andere mensen. En ook dus ook met zichzelf. Dat ze het ook kunnen signaleren bij anderen. En daardoor ook sneller uit een situatie kunnen stappen die voor hun gevaarlijk zou kunnen zijn. Spanningsverhogend zou kunnen zijn. Dus ik kan hem zeker aanraden. De spanning en de agressie is er nog. Alleen het is nu wel de keuze van aan mij van laat ik het gebeuren of trap ik op het moment zelf al op de rem. Dan kan ik het moment herkennen. Dus herkennen van gedachten en dat heb ik nu. Nu zeker wel. Het is heel fijn om die methode op dit moment te hebben, omdat het mijzelf helpt en ik denk ook dat het anderen zou helpen. Ja, straks buiten na het traject in Hoevenbosoord ga ik zeker alles op toepassen. En ik ben daar nu ook best wel goed mee bezig. En ik merk ook, dat denk ik er soms niet aan, dat ik toch alle handvaten pak die ik nodig heb. Dus ik ga dat buiten ook zeker doen, omdat ik nooit meer in de problemen wil komen. Ik wil een goed leven buiten, rustig, geen problemen meer. Ja, de training heet grip op agressie, maar ik zou eigenlijk meer zeggen grip op je leven.